Want bijna iedere winkelier krijgt er vroeg of laat mee te maken. Vandaar dat de Kamer van Koophandel, Service.Detailhandel en het regionaal platform Criminaliteitsbeheersing een avondvullend programma bieden. De winkeliers krijgen dan eerst informatie en... Later in de, in de avond uh, betreedt dan Bette Jad graag uh, uh, de bühne. Uh, en die gaat dan uh, op, op een hele leuke manier, op een hele vlotte manier allerlei uh, ins en outs laten zien. Dingen die je wel en niet moet doen om... Criminaliteit in de winkel uh, te voorkomen. En, en hoe je met moeilijke klanten om moet gaan. In de praktijk komen winkeliers niet graag naar de Kamer van Koophandel voor tips als het gaat om criminaliteitsbeheersing. Dit werkt dus wel. Ja, ja de winkeliers zijn eigenlijk altijd uh, in eerste instantie bezig met hun bedrijf. En uh, hebben dus ook uh, ja, geen tijd om, uh, om naar bijeenkomsten te komen. Maar Betty Jat graag slaan ze niet af. Een leuke show, informatief en gezellig samen zijn, borrel na. Ja, je bent samen even eruit, samen op pad. En je krijgt een heleboel informatie. En dat, dat schijnt nou juist uh, heel goed te werken. Hoe belangrijk is dat? Uh, winkeldiefstal is toch een uh, heel lastig voorkomend fenomeen voor, uh, voor winkeliers, zeker in centrumgebieden uh, ook. Ze kunnen daar vaak wel samenwerken met de gemeente, met de politie, met brandweer in het kader van het keurmerk veilig ondernemen. Maar winkeldiefstal is toch wel gewoon een, een praktisch dagelijks ongemak waar ze en lastige klanten daarmee omgaan, dus waar ze toch veel mee te maken hebben. En dus komen er tijdens de show dingen aan bod als... Hoe ga je om met uh, het afstorten van geld? Uh, uh, laat de achterdeur niet openstaan als je daar een sigaretje staat te roken. Uh, ben voorzichtig met het wegbrengen van, van geld. Vooral ook uh, klanten die in de winkel binnenkomen, uh, die ook gewoon aankijken en, uh, en vragen van... Uh, kan ik u helpen, meneer of mevrouw? Uh, en niet zomaar los rond laten lopen en ongemerkte dingen laten doen die een winkelier niet wil hebben. De impact van winkeldiefstal op winkeliers en personeel is moeilijk te meten. Maar zeker is. Het kost hem gewoon geld. Maar is ook. En ook de, in combinatie met de lastige klanten. En ook voor de medewerkers heel vervelend om het mee te maken. En de klanten in de winkel die, die merken dat ook. Dus het is eigenlijk voor, uh, voor alle betrokkenen heel vervelend dat het gebeurt. De Kamer van Koophandel bereidt momenteel ook een show voor. Die gaat over overvallen. Maar dan wel op een hele andere manier geschoeid over het, het voorkomen van. Uh, van overvalcriminaliteit. Het is een heel actueel onderwerp met een nog veel grotere impact dan winkeldiefstal.